Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga zo vertrekken naar Céline. Want ik ga samen met Céline en Noah naar Maison du Monde in Hasselt. En aangezien Céline er vlakbij woont, is dat keihandig. Want ik moet echt gewoon met de auto echt 2 minuten rijden ofzo. En dan ben ik er. Dus ik ga nu naar daar en dan gaan we kijken bij Maison du Monde als we nog wat leuke spulletjes vinden voor hier. Hey Muffy! Maar vooral voor de slaapkamer denk ik, want hier ga ik momenteel nog niet direct iets veranderen denk ik. Allee, ik ben even blij met hoe het eruit ziet. Dus ik wil nog wel wat extra spulletjes erbij of hangen of ik weet het nog niet. Maar voor de slaapkamer... En Mufke, ja, ja, oh. Maar dit is mijn outfit. Short is, ik denk, Pimpkie, maar ooit, lang geleden. Schoenen zijn totally toe. En mijn topje is Zara. Al mijn juweeltjes zijn high-hearted. Ook mijn oorbellen, everything. Ook mijn armbandje en zo. Allemaal high-hearted. Oké, ik ga vertrekken. Ik ga mijn tas nog pakken. Ook totally too, by the way. En dan ga ik gaan. Oké, we zijn al bij Maison du Monde geweest. Met Céline en Noah, die daar in de koets zit. Hey! Heeft gefocust. En, amai, dat maakt veel lawaai. We hebben bij Maison du Monde wel wat gevonden. En nu gaan we bij de IKEA drinken pakken en een hotdog pakken. En dan denk ik dat we naar huis gaan. Dus eens kijken als ze iets lekker hebben. Maar IKEA hotdogs zijn altijd goed, hè. Hey vriend, waar zijn we? Waar zijn we? Jij was gisteren al in de IKEA, gij, hè? En vandaag weer. Ik denk dat hem het warm heeft. Het is warm, hè? Ja. Ja, hè? Ja. En nu hotdogske, hè? IKEA hotdogske for the win. Oké, terug van Maison du Monde. We waren ook nog snel bij de IKEA dan een hotdog gaan eten. En ik was een wit op een rieten stoel aan het zoeken. En kijk, grappig daarnet in een straat, in het Terband, vlakbij mijn ouders. Allee, in Beringen waar ik woon. Stond dit witte rieten stoeltje en daar stond een groot bord bij waarop stond gratis. En ik dacht, als ik dat pimp met een kei leuk tekentje en een kei tof kussentje, dat zou kei tof zijn. Want ik wou in Maison du Monde zo'n rieten stoeltje kopen, maar die kostte echt 80 euro of zo. En ik dacht, fuck it. Of zelfs 180 volgens mij was het, ja. En ik zag dat staan langs de weg met zo dat bord gratis. Maar ik was eerst naar mijn ouders gereden en ik zeg zo tegen papa, ja, er stond een stoeltje wat ik best nog wel mooi vond. En er stond gratis op, maar wat moet ik dan doen? En papa zegt, ja, gewoon stoppen, laat dat in uw auto, hè, en neem dat mee als dat gratis is. En ik zei, ja, maar moet ik niet iets gaan zeggen bij die mensen ook of zo? Papa zei, ja, je kunt dat, maar dat moet niet, hè, als die dat gratis wegdoen. Dus ik had wel snel aangebeld bij die mensen, maar er liep niemand open. Want dan ging ik zeggen van, ik neem het stoeltje mee. Maar er liep niemand open, dus... Als die mensen toevallig naar mijn vlogs kijken, thanks voor de stoel. Het is echt zo'n rieten witte stoel gewoon. Zo, ik denk wel iets meer van vroeger. Die is een klein beetje zo afgewassen, dat je zo wat het licht hout erdoor ziet. Maar dat vind ik wel nog cool. Dus kei blij. Hoe toevallig is dat? Echt grappig wel. Maar nu ga ik ook nog heel snel naar de Action rijden. Want ik moet natuurlijk een tekentje hebben. Nu. En nu wil ik een beige tekentje. Dus nu heb ik dan mijn hoofd. Ik hoop dat ze dat hebben. Sorry trouwens als ik er heel bezweet uitzie. Maar het is 32 graden. Dus dat is echt niet te doen. Dus ik ga kijken als ze in de Action iets leuk hebben voor erbij. Ik hoop het. Fingers crossed. Oké, ik ben binnen met al mijn spullen. Dit is de stoel trouwens. Maar zoals je ziet, de vibe past er wel bij. Snap je? Zo het rieten. Maar ik ga die op de kamer doen, denk ik. Hey Muff.
Met dat dekentje en dan een kussen en een schapenvelletje of zo. Ik ga het zelfs zien. Oké, maar ik zal jullie snel eerst even laten zien wat ik bij mijn Zodimonde heb opgepikt. En ook Action. Ik heb dit tekentje van bij de Action. Dit spiegeltje nog. Ik denk dat ik daar hier in de lieping ga hangen. Ik ben nog niet zeker. Dan zo'n dierenvel matje fake of course. Zo heb ik er al 1, 2, nu 3. Dan van mijn Zodimonde heb ik dit kussen voor op bed. Die was nog maar 9 euro omdat hier en hier zo'n tessel van alles. Maar dat stoort me nu niet echt. Want anders die kwam van 24,95 en nu 9 euro met het kussen erin. Dus dat is wel goed. Dan heb ik dit mandje van mijn Zodimonde. Deze twee witte planten dingen. En deze vaas waar ik dat wil inzetten. Maar ik heb het ingepakt. Dit is de vaas. En daar ga ik die twee dan zo inzetten voor op de slaapkamer. Pas op, hè, vrienden. Katten zijn nieuwsgierig. Hè? Deze pan komt nog van bij mijn thuis. Die heb ik denk vorig jaar van mijn Peter gekregen. En ik heb die niet gebruikt toen, omdat ik toen bij mijn ouders en zo woonde. Maar nu kan ik die dus terug gebruiken. Dan heb ik deze kussensloop van bij mijn Zodimonde. Ook voor op de slaapkamer. En deze was 1599. En dan heb ik deze twee dingen om tegen de muur te hangen. Ook denk ik op de slaapkamer. Ik ben nog niet zeker waar ik die ga hangen. Met de Miroti. Dat is alles. Ah nee, dat is alles het mooiste. Deze spiegel. Kijk, met Muffin. Muffin! Ah, hij gaat. Ze gaat. Dus deze spiegel heb ik ook nog opgepikt. En daar zijn jullie camera. En dat krukje waar jullie op staan, wat jullie in de spiegel zien, dat houtkrukje, heb ik nog van de Action meegebracht. Dus that's it, hè. Dat is lot, hè. Ik heb weer goed mijn best gedaan. Tada! Kijk, cute. Oké, ik ga de kamer inrichten. Ik ga jullie laten zien hoe het er vooruit ziet. En dan staan we ze na. Hier is hem nu. Met de beer. Zo ziet het eruit. Ik heb wel van Decenio ook nog posters. En die komen daar. Maar die zijn nog niet geleverd. Maar zo ziet het er nu uit. En nu, let's change it up, hè. It's done. Het is het bed veel beter met witte dekens. Ik heb de dromenvanger. Die heb ik van Celine en Nick gekregen vorig jaar van een Bali. Toen ze het nieuws vertelden dat ze zwanger waren. En toen, daarvoor of daarna, heb ik die dromenvanger gekregen. Dus dat doet me ook altijd wel een beetje nu aan doordenken. Dan het matje ligt hier. Matje is Jusk. Maar die video is normaal al gekomen. Bed is van Meubis, zoals ik heb gezegd. Lakens zijn IKEA, maar ik besef, mijn dons die erin zit is 220 op 220. En het laken is maar 180 op 200. Dus ik ga wel grotere lakens moeten kopen, denk ik. Want nu komt dat zo niet mooi van het bed af, snap je? Nu is dat zo net genoeg en ik wil dat dat er een beetje overhangt.
Maar het ziet er dan zo uit. Ik heb de beer daar gezet en zijn t-shirtje uitgedaan. Want dan past hij nog wel mooi, vind ik. Dan heb ik het kastje hier gezet. En dit ziet er zo uit. Wat erop staat is dan Maison du Monde. Dat is ook van Maison du Monde, maar iets ouder. Dat is Action, denk ik. Dit nachttafeltje is van... shit, ik heb dat er net toch gekocht. Allee. Sorry, ik mag niet vloeken trouwens, maar van Action. Dat kussen is ook van Maison du Monde. Dit tafeltje is ook Action. Dat is een bloempotje van de IKEA. Waar ik zo mijn spulletjes voor 's nachts, allee, 's avonds inzet. Zo'n sleep spray, handcreme. Dit is bodycreme, een lippenbalsem en een roze kwartsteen. En deze zet ik onder mijn kussen. Zo. Looking good. En dan hier is de gratis stoel. Oké, het is toch niet de mooiste stoel, maar ik vind hem zo met kussens wel nog mooi. Dat moet ik misschien wat te goed doen. Met dat tekentje en dan die kussentjes. Dat kussen is ook met Maison du Monde achterste bij ooit H&M of zo. En dan dat. En dat poefje is ook van ooit met Maison du Monde. Dus, nee, van de Action ooit, sorry. Dus dit hoekje ziet er zo uit. Dus dat is het voorlopig. Ik weet niet, als ik hier nog iets wil hangen. Hier boven de radiator komt nog een gouden kader met een quote in. Die moet nog aankomen. En dan daar aan de zijkant van mijn bed komen nog twee of drie kaders. Eén met een quote, één abstracte tekening. En één met zo dit soort ding, maar dan op een foto. Dus ja, ik vind het echt mooi. Muffin! Oh, nee. Kom. Niet op het bed. I don't like it. Ik heb net het bed verschoond. Dus dat is de slaapkamer. Amai, ik moet mezelf echt bijschminken. Ik blink en ik zweet. Dat is niet normaal. Maar het is hier... In de living is het heel goed. Maar in de slaapkamer is het heel warm. Omdat de zon er heel tijd op staat. Dus... En ik had de gordijnen toe. Maar nu om te filmen had ik die wel open gedaan. Maar de slaapkamer dan... Nog een paar extra dingetjes, maar looks cute. Oké, ik ga ondertussen even koken. Ik ben hier bezig. Ik ga scampi's maken met groentjes en patatjes. Dus ik hoop dat het lekker gaat zijn. Het ziet er wel oké uit. Dus let's hope. Zo ziet het eruit. En Milky zaagt echt constant als ik in de keuken iets van eten aan het maken ben. Die stopt echt niet. Terwijl die echt bijna nooit iets geeft niet meer. Oh, dat is kei vervelend, maar ja. En de food is served. Looking good. Ik ga aan mijn tafel zitten en dan ga ik even op mijn laptop werken. Ik heb ondertussen even mijn haren gekruld. Nu zie je het niet, want ik heb die even samen gedaan. Nu ga ik mijn make-up een klein beetje bijwerken. Niet te veel, maar ik heb wel wat gezweet, dus ik heb zo'n paar plekken. Want ik ga samen met Celine deze avond naar de trouw van Evelien en Steven. Evelien van de nagels van Harper's Nails & Beauty, waar ik ga voor de nagels. Dus daar gaan we deze avond naartoe. En dan blijf ik ook bij Celine slapen. Maar ik moet zeggen dat ik mijn bed al ga missen. Ik heb zoiets van, oh, ik ben hier net en ik wil in mijn bed slapen. Maar Nick is weg en Celine is alleen. Dus die had gevraagd als ik kwam. En ik zei ja, natuurlijk. Dus it's me, Celine en Noah deze nacht. Hè. Maar er komt de babysit voor Noah. En dan ja, komen we terug en dan slapen we met hun. Maar oké. Okay. Ik had trouwens nog een paar vragen gekregen over mijn bed. Welk model dat dit is? Want velen van jullie hadden het proberen op te zoeken online, maar vonden het niet. Maar de Boxspring noemt Parijs. En het makkelijkste is als je op de site rechtsboven gewoon Parijs bij het zoektapje induwt. En dan vind je hem. Ik heb de kleur beige.
Je hebt hem ook in het grijs. Maar zoals je kunt zien is de mijne zo beige zandkleur. Zo, ja, beige met wit zo gespikkeld. En velen vroegen ook als een matras. Dit is nog eens een matras. Dit is al heel zacht, maar dit is al nog een matras. Als die erbij kon en in de prijs inbegrepen zit. En ja, die zit erbij. Dus de prijs is alles eigenlijk. De matras, de boxspring en het headboard. Dus dat zit allemaal in de prijs. Maar oké, ik ga nu vertrekken naar Celine. Ik hoop dat Celine iets voor me heeft om aan te doen. Want ik wil dit niet aan doen, dat is veel te warm. Maar we moeten in het roze. En dit is echt het enige roze ding wat ik heb. En dat is een playsuit. Dus misschien niet zo wedding appropriate. Maar ik heb gewoon niks in roze. Echt niet. Roze is niet mijn kleur. Dus ja, ik heb geen roze. Ik ga mijn katjes al moeten missen. Hè? Nog maar net terug. Ik moet jullie al missen deze nacht. En u ook. Krijg ik van u ook nog een kusje? Ugh. Ik heb geen net gegeten. Ik ruik naar vis. Oké, ik ga naar Celine vertrekken. I got my bag. My weekend bag. En mijn tas. En let's go. Wij zijn aangekomen op het trouw. Hey. We zijn nog onze lippen aan het verven. Dan gaan we naar binnen gaan. Het ziet er wel mooi uit. Kijk eens. We zitten op het toilet. Hè. Maar we hebben al iets gedronken. Beetje gebabbeld. Nee. Ja, woe. Maar we willen dansen. Hè. Ja. Maar ja, er is nog niemand op de dansvloer. Je hebt zo dansen. Want ja, twee ik ga zo. Ik ga zo. Ik kan er niet. Ik heb geen... Aha. Ik ben trouwens helemaal in Thalisa en Celine X Naked. Mijn rokje. Mijn topje. Helemaal. Jij? Hè? Girl. Jij niet, hè? Ik ben... Zafel. Zafel of Shein, denk ik. Cheap. So fancy. En we zijn ondertussen terug thuis. Allee, bij Celine thuis. Want ik blijf hier slapen. Ik weet niet als ik dat al had gezegd. Maar Nick is denk ik op vrijgezellenweekend of zoiets. Dus ik blijf hier met Celine en Noah. We gaan slapen. En dan ga ik morgen nog even verder filmen. Slaap wel iedereen. En tot morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom hier. Kom. Kom hier. Kom maar. Kom maar. De morgen. Wij zijn op de markt. Hey girl. Moet je hier iets? Vleesjes of kaasjes? Even kijken. Ja. En we zijn aan het ontbijten. Smakelijk. Smakelijk. Oh, je laat het vallen. Ja. Oh. Maak, oei. Hier. Hey. Hey, Ellie. Hey, Milkska. Hey. Ik ben ondertussen terug thuis. Oh, hier is de heet. Fuck. Oh. Zo fucking heet in de slaapkamer. Oh, dat is echt niet normaal. Want die zon staat hier. En Thalisa Loop gaat een dutje doen. Want ik moet eerlijk toegeven. De baby die om 7:45 wakker is. Op zondagochtend als je van een trouwfeest terugkomt. Nee, is nog niet aan mij besteed. Oh, is echt. Ik ben zo moe nu. Dus ik probeer mijn short uit te doen. Dus ik ga even een uur kunnen dutje doen. En dan ga ik naar mijn ouders. Maar ik ga een nieuwe vlog beginnen dan. Dus ik ga hier de vlog afsluiten. Want ik ga in mijn zalig bed springen. Allee, ik ga er gewoon op liggen, want het is veel te heet. Maar doe zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. Vergeet zeker niet om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want dat wil ik echt super leuk vinden. We hebben trouwens 10.000 gehaald, had ik gisteren gezien. Dus
so happy. Dank jullie wel allemaal vanuit de grond van mijn hart dat jullie volgen. Dat jullie mijn vlogs kijken, dat jullie reageren, liken, delen. Super lief, echt waar. Ik apprecieer het echt heel hard. En ook als er dingen zijn die jullie graag willen zien van mij of zo, laat het dan ook zeker in de comments weten. Ja, Milky. Maar voor nu ga ik hier dus afsluiten. En ik zie jullie snel weer. Dag!